Kom iedereen bij de studentenstemwijzer. Ik ben Simba en dit is Abel. En vandaag gaan we het hebben over de ChristenUnie. De partij die een stem wil geven aan geloof, maar geven ze ook een stem aan jongeren. En om daarachter te komen gaan we in gesprek met de man die 7 jaar in Egypte heeft gewoond. Meneer Gert-Jan Segers. Welkom. Dankjewel. En we hebben ook inmiddels al afgesproken om je te zeggen in plaats van u. We houden het lekker informeel. Ja, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Ja. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Ja, het is ook een nare tijd. Het is echt niet leuk. Dus ik was gisteren bij mijn moeder. Dan moet ik op afstand blijven. En dan kan ik er niet even een hug geven. Ik kan er geen zoen op de wang geven. Ja. Dat vind ik naar. Dus het is geen leuke tijd. Ik heb 2 studerende dochters. Voor hen is het ook niet leuk. Het moet de leukste tijd. Nou ja, dat weten jullie. Het moet de leukste tijd van je leven zijn. Ja. En dan denken ze heel vaak, is dit het dan? Maar buiten dat, gaat het goed. Ja. Mooi. Wat fijn. Ja. Goed. Uw dochter studeren. We willen eigenlijk ook iets over u te weten komen van toen u studeerde. Ja. En daar hebben we een vuurpeloton voor. Oké, kom maar op. We gaan geen pingpongballetjes gooien, maar gewoon vragen. En als je dan snel een keuze kan maken en dan het een of het ander. En moet ik oké. Het een of het ander. Ja, prima. Precies. Ja. Dus koken of afhalen? Kopen. Koken. Ja. Koken. Koken of afhalen. Ja, sorry. Ja. Koken. Okay. Koken. Nederlandse winters met sneeuw en ijs of Egyptische zomers? Nederlandse winters met sneeuw en ijs. Studentenhuis of langer thuis? Studentenhuis. Nerd of sessiescultuur? Als je het echt eerlijk vraagt. Toen ik voor het eerst studeerde, was het sessiescultuur. Later ging het beter met me. Ik heb een tweede studie gedaan en toen ging het goed. Okay. Zaterdagavond uit of zondagochtend in de kerk? Zondagochtend in de kerk, absoluut. Ja? Ja. Altijd. Echt. Nou, dat vind ik heel fijn. Dat is echt een rustpunt in mijn wekelijkse ritme. Dus ik heb een ontzettend drukke week. Helaas mag ik nu niet naar de kerk. Maar als ik daar zit, ik word altijd ergens door geraakt. De momenten van stilte, bezinning. Dat is me heel dierbaar. Ja. Ja. Okay. Bijbaan of bijlenen? Bijbaan. Okay. Bijbaan. Ja. Zo toch wel wat vragen of antwoorden eigenlijk, waar we niet helemaal het antwoord op verwacht hadden. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Nou ja, ook de afwisseling van in het begin een beetje. Nou ja, toch sessiescultuur en daarna de nerd. En zelf koken wel. En studentenhuis. Nou weet je, bij die sessiescultuur, dat was in Leiden. En toen was ik gewoon blij dat ik een 6 haalde. Want ik was heel druk met mijn studentenvereniging en met mijn studentenhuis. En ik heb inderdaad 7 jaar in Egypte gezeten. Leuk dat je eraan prefereert. Je hebt je research heel goed gedaan. Maar toen ben ik nog een jaar in de Verenigde Staten gaan studeren. En dan is het heel moeilijk om in zo'n graduate school om een masteropleiding te doen, om daar binnen te komen. Mm-hmm. Dat was internationale betrekkingen in Washington. Ja. Maar als je er dan zit iedereen op het puntje van zijn stoel en moet je keihard werken. Dan moet je echt gewoon 1000 pagina's per week lezen, papers schrijven, presentaties. Dus dat is 2 keer 12 weken keihard knallen. En toen dacht ik, dit is wel leuker dan die zesjescultuur. Dus ik had met terugwerkende kracht spijt van mijn eigen houding tijdens mijn Leidse studie. Dus het was heel fijn om tussen die 7 jaar Egypte en weer terug naar Nederland 1 jaar in de Verenigde Staten te zitten. Toen was de opkomst van Barack Obama. Ja. We hebben prachtige vriendschappen hebben gesloten. Ik vind het een heel fijn land als het goed met je gaat. Dus als je geld hebt, dan heb je een heel fijn land. Ja. Of dan heb je een hele fijne tijd daar. Maar ik ben ook geschokt door hoe ras en raciale verhoudingen daar een rol spelen. Dus Washington DC is gewoon doormidden gehakt. Aan de ene kant en de oostkant. Wij zaten net buiten de oostkant. Zit je in een witte bubbel, mooie huizen, goede public schools. Dus daar gingen mijn dochters heen. En aan de andere kant, African Americans. Ieder weekend was er wel. Vielen de doden, slechte behuizing, weinig kansen, slechte opleiding. Ja, dat vond ik echt schokkend. Echt schokkend hoe verdeeld zo'n land is. En des te schokkender om nu te zien, soms ook vrienden die redelijk dichtbij staan nog steeds, die dan toch voor Trump kiezen. Dat je denkt, ja, maar hoe kan dat? Weet je wel? Dus wat gebeurt er met zo'n land? Dus soms een land waarvan ik denk, ik snap het. En soms dan snapte ik het echt niet meer. Liever in Nederland. Ik ben ontzettend Nederlands. Uiteindelijk, dit snap ik. De taal snap ik. De politieke cultuur snap ik. En daar waren dingen die me echt lief en dierbaar waren. Maar ook denk ik, dit is wel raar. Ja. Goed, dankjewel. Laten we doorgaan naar iets anders. Iedere partij die heeft eigenlijk te maken met beeldvorming en stereotypes. Uh-huh. En we hebben een beetje onze achterban gevraagd wat ze van uw partij denken. Ja. En ze vonden uw partij best wel conservatief. Uh-huh. En ze maakt zich ook een beetje zorgen over het christelijke gedeelte van uw partij. En dat u niet echt kerk en staat kan scheiden.
Ah, dat is echt een misvatting. Ja? Ja, je moet twee dingen onderscheiden. Dus dat is scheiding tussen kerk en staat. Dat moet je inderdaad scheiden. Mm-hmm. Dus de staat mag niet over de kerk heersen, maar de kerk ook niet over de staat. Daar hebben we natuurlijk in de geschiedenis hebben we daar grote problemen bij gezien. Dus dat een van beide dominant wilde zijn. Nou, dat is heel problematisch, dat moet je scheiden. Maar geloof en politiek kun je nooit onderscheiden. Kun je nooit uit elkaar halen. Dus politiek en je levensovertuiging, hoe jij naar het leven kijkt, hoe jij naar mensen kijkt, hoe je naar een rechtvaardige samenleving kijkt, dat kun je nooit loskoppelen van je diepste overtuiging. Dus ik kijk naar de samenleving als mensen die allemaal door God zijn geschapen, die allemaal uniek zijn, allemaal gaven en talent hebben. Dus iedereen gelijkwaardig, omdat we allemaal op hetzelfde niveau staan. Niemand heeft ergens een streepje voor. En iedereen heeft talenten en vaardigheden. En dan is het ook de taak van de overheid en de taak van ons allemaal om ervoor te zorgen dat er ruimte komt voor die samenleving. Ik kan dat niet loskoppelen van mijn geloofsovertuiging. Ja, oké. Als we het dan even hebben over u als partijleider, dan is ook een beetje het beeld, tenminste ik heb heel erg het beeld, dat u best wel een integere en rustige man bent. Dat is een enorme misvatting. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat is nou iets aan u wat toch wel echt Gert-Jan is, maar je niet echt weet over u? De misvatting bij mij is dat ik, als ik mijn natuurlijke gezichtsuitdrukking heb, dan kijk ik heel streng, terwijl ik er niet ben. Ja. Ik ben vrolijker dan mensen denken. Oké. Maar ik zei rustig en integer. En daar zou je nee op. Nou. Nee, dat was een grap. Okay. Je kunt het niet anders doen dan dat je je hele ziel en zaligheid erin gooit. Dus, en dat doe ik ook. Dus ik doe het alle dagen en alle momenten van de dag. En je moet het doen op een manier dat je het ook zo los kunt laten. Dus dat je ook niet je identiteit ervan afhangt. Dat als, stel dat ik, 17 maart een slechte uitslag heb, 18 maart treed ik af, ik noem maar een vreselijk scenario, dat mijn leven dan niet instort. Dan moet ik gewoon door kunnen gaan. Dus ik hoop dat integriteit, authenticiteit, dat het ergens teruggaat naar een ontspannenheid, waarvan ik hoop dat die mij kenmerkt. U bent ook een van de initiatiefnemers van het jongerenplatform Coalitie EI. Zeker. Wat heeft u gemotiveerd om zich daarmee te bemoeien? Nou, eigenlijk mijn eigen dochters. Dus ik zat met mijn oudste dochter aan de keukentafel. En toen zei ze, pap, wij zijn eigenlijk altijd de lul. Ik heb goed opgevoed. Normaal zou ze, als ik het beter had opgevoed, had ze een ander woord gebruikt. Maar dat is wat ze zei. Ik kan de quote. En dat is nou één keer wat het is. Ik zeg, dat is één keer wat het is. Ik zeg, kom op zeg. Ik bedoel, als jij een probleem hebt, dan sta je op en dan doe je iets. En toen zijn we gaan nadenken. En dacht ik, ja, dit is wel, naar mijn gevoel, typerend voor haar generatie. Een bepaalde apathie. Het is zoals het is. Ja. Er is een leenstelsel. Ja, dat overkomt ons en dat is dan zo. Ja, dat is helemaal niet zo. Ik was altijd tegen het leenstelsel. Dat waren wij nog steeds. Het was niet gelukt om dat in de formatie van 2017 terug te draaien. Maar toen dacht ik, ja, maar hou eens even. Wij kunnen, als we het slim spelen, kunnen wij maatschappelijk een vuist maken, een alliantie smeden en een politieke alliantie smeden. En zoveel druk uitoefenen dat wij bij de formatie van 2021 zeker van zijn dat het leenstelsel weggaat en de basisbeurs terugkomt. Toen heb ik inderdaad LSVB, ISO, MBO, jongeren. Dus een stuk of 5 jongerenorganisaties bij elkaar geharkt. Ja. Tim Hofman was er ook bij betrokken. En we zaten aan een tafel als deze. En toen vertelde ik mijn verhaal zoals ik het net vertelde. En ik zag in hun ogen dat ze het eigenlijk niet geloofden. Van oké, weet je, we gaan het doen. Ze waren een beetje bang dat het een soort partijpolitieke show zou worden. Ik zei, nee, maak je geen zorgen. Ik wil echt iets doen wat goed is voor jullie. En tuurlijk ga ik mijn politieke gewicht erin gooien, maar we gaan het zo breed mogelijk opzetten als kan. Waarom? Omdat ik echt wil dat voor die volgende generatie een nieuwe hoop komt. Want jullie hebben minder kans op een vaste baan. Jullie hebben heel veel studieschuld en daar nog heel lang last van. Je hebt daardoor minder kans op een betaalbaar huis. Dit zijn alle onderwerpen die we zo gaan bespreken. Ik ga allemaal bespreken. Maar jongeren zijn de lul. Dat is volgens mij precies, dat is de samenvatting. En toen hebben wij gezegd, we gaan de handen ineen slaan. En wij gaan een alliantie vormen. Dus we alle beloften nu op een rijtje zetten. Dat die basisbeurs terugkomt. Ja, dat is begonnen aan de keukentafel. En daarna aan mijn werktafel. En daarna met Coalitie EI, met hele getalenteerde jongeren die met wie we samen een vuist hebben gemaakt. Over die verkiezingsthema's. Natuurlijk voor uw partij is zeg maar binding heel belangrijk. En we hebben zeg maar in de coronacrisis gezien dat het steeds moeilijker wordt om vriendschappen aan te gaan, relaties te vormen. Mensen worden eenzamer. Ja. Dus wat heeft uw partij gedaan om zeg maar die binding te creëren tijdens de coronacrisis? Ja.
Ja, dat vind ik best wel beklemmend om te zien. Dat ook jongeren somber worden. Jongeren suïcidale gedachten krijgen soms zelfs. En ergens is het heel ingewikkeld om dat goed te wegen. Omdat we van het OMT krijgen we cijfers over IC-opnames. En een aantal doden. En een aantal besmettingen. Weet je, dat kun je gewoon. Dat zijn gewoon harde cijfers. Maar sombere gedachten. Daar heb ik geen cijfers van. Ja, een beetje. Ja, maar het is wel reëel. Het is wel. Wat zei je? Twee derde vindt schets een leven onvoldoende. Ja, dat is nu inderdaad. Is ontzettend veel. Het gemiddelde cijfer is nog nooit zo laag geweest sinds we het zijn gaan meten. Terwijl onze jeugd altijd de gelukkigste was. Precies. En het was altijd een generatie waarvan je wist dat die het beter zouden krijgen dan hun ouders. En nu hebben we voor het eerst, jullie behoren tot een generatie die het minder heeft dan hun ouders. Nou, dat is echt heel erg. Wat hebben we eraan gedaan? Dat is bijvoorbeeld nu veel geld uittrekken voor lokale initiatieven. Dus er zijn heel veel gemeenten die nu aan de slag zijn gegaan met activiteiten voor jongeren. Waar we nu ook heel druk mee bezig zijn, is een groot deltaplan voor onderwijs. En dat gaat om echt heel veel geld. Zodat jongeren die nu achterstanden hebben, die nu een prijs gaan betalen, waar ze nog heel lang last van hebben, die willen we bijspijkeren. En wat we daarbij willen, is ook dat de ene groep jongeren de andere gaat helpen. Dus dat studenten, scholieren gaan helpen en dat er ook daar verbinding ontstaat, ontmoetingen ontstaan. En zo proberen we wel een beetje perspectief en een beetje hoop te bieden. Dat was eigenlijk wat je nu wil gaan doen. Ja. Maar wat heb je nou gedaan? Dat is 200 miljoen, dat is dus net naar buiten gekomen, 200 miljoen vrijgemaakt voor die lokale initiatieven voor jongeren. Dat ze elkaar wel kunnen ontmoeten. Dat er wel iets moois. Maar is dat online of fysiek? Ook fysiek. Ja, in sporthallen, in bibliotheken. Dus dat zijn ook weer fysieke ontmoetingen die ze kunnen hebben. En dat wordt nu lokaal wordt dat vormgegeven. Dat gaat dus binnenkort naar buiten. Dat is echt ontzettend veel geld voor die onderwijsachterstanden. Inderdaad, belangrijk dat u dat zegt. Want we begrijpen natuurlijk dat niet alles mogelijk is. Maar ik denk dat veel mensen kijken. Ze zien bijvoorbeeld dat op sommige plekken, bijvoorbeeld dat de kerken vol lopen. Maar studenten kunnen niet naar bijvoorbeeld colleges. Niet naar colleges of naar voetbalwedstrijden. Tenminste, de regels zijn niet gelijk. Bijvoorbeeld als mensen wel naar de kerk kunnen, maar niet naar andere soorten bijeenkomsten. Dus is dat niet een beetje scheef? Nou, ik ben al in geen maanden ben ik naar de kerk geweest. Mijn kerk komt niet samen, dus alleen digitaal. Dus er zijn een paar kerken die daar een uitzondering op maken. Of die zeggen, wij denken dat het wel verantwoord kan. Ja, dan is het in het kader van de scheiding tussen kerk en staat, waar we in het begin over hadden, moet je ook ergens die vrije ruimte van de kerk respecteren. Alleen mijn oproep is altijd geweest, ga er nou verstandig mee om. Ga nou niet zeggen van, wij mogen het wel en de rest van die samenleving mag het niet. Je had een tijdje geleden, je ziet eigenlijk heel veel over feestende jongeren in de media. Ja. En vrij weinig over kerkdiensten. En terwijl eind vorig jaar waren de meeste coronabrandhaarden in christelijke gemeentes. Nee, misschien wel in christelijke gemeenten, maar dat komt niet door kerkdiensten. Dus als je teruggaat naar religieuze bijeenkomsten, in welke mate die verantwoordelijk zijn voor besmettingen, dan gaat het om 0,0 nog wat procent, dus helemaal niks. Waar komt het wel vandaan? Dat inderdaad in de Bijbel wel het een aantal haarden waren, dus niet overal, maar bijvoorbeeld Urk wel en Bunschoten. Ja, dat zijn vaak grotere gezinnen met meer sociale interactie dan bijvoorbeeld hier in de Randstad of andere plekken. Dus het gaat meer terug naar grote gezinnen dan naar kerkdiensten. Oké. Okay. Femke Halsema die bracht van de week een artikel uit en dat werd ook volgens mij gedeeld door heel veel ministers over een sneltestsamenleving. Ja. Waarin mensen dus eigenlijk met sneltesten weer de horeca in kunnen gaan of naar sportclubs kunnen gaan. Ja. Staat u achter zo'n idee? Ja, dat vind ik heel hoopvol. Dus we hebben eigenlijk twee paden richting hoop en nieuw perspectief. Dus dat is uiteraard het vaccin. Maar dat gaat nog even duren. Dus dat zal nog echt een paar maanden duren. Maar daarnaast sneltesten. Dus als we ergens in dat schemengebied komen voor de zomer, zegt het is een heel groot deel van de kwetsbare mensen is ingeënt. Maar daarnaast zouden jongeren graag weer naar college willen, of ze zouden weer een feest willen, of ze naar een voetbalwedstrijd willen, of naar een concert. Dan zou ik het een hele mooie route vinden om dan te zeggen, ja, maar dan zorgen we dat die sneltesten aanwezig zijn. En dat als jij een negatieve uitslag hebt, dan mag je doorlopen. En dan mag je naar jouw concert of voetbalwedstrijd. Als dat nu ligt, kunnen we van de zomer gewoon weer naar feestjes gaan. Ja, wel verantwoord. Hè? Dus we moeten niet meer terug naar weer een opdierend of weer een nieuwe variant die dan weer toeslaat. Niet. Dus je moet echt verantwoord blijven. Maar ik denk dat dit een hele verantwoorde route kan zijn naar meer perspectief. Nou, laten we doorgaan naar wat economische thema's. Ja. Natuurlijk, u zei al eerder, de belangrijkste thema voor studenten is studiefinanciering. Ja. Veel partijen, ook uw partij, zijn nu
tegen het leenstelsel voor de basisbeurs. Ja. Maar stel, u komt aan de coalitietafel. Wordt dat echt een prioriteit? Gaan jullie echt knokken daarvoor? Ja, want er is nu nog één partij die vasthoudt aan het leenstelsel en dat is de VVD. Voor de rest zegt iedereen, moeten we een vorm weer van een basisbeurs. Wat je wel ziet is dat een aantal partijen zeggen, nou, weet je, dat hoeft niet iedereen te krijgen. Of het CDA bijvoorbeeld, die zegt alleen de bachelorfase, maar niet in de masterfase. Ja. Ik zou willen iedereen een basisbeurs, weer zoals er ooit een basisbeurs was, gewoon voor iedereen. En zowel bachelorfase als masterfase. En hoeveel wordt dat dan ongeveer? €550 voor een uitwonende. Met €200 mogelijk voor een aanvullende beurs. Als het inkomen van je ouders lager is. Thuiswonen €275. Ja. Met ook die €200 eventueel aanvullend. Ja. En voor studenten zoals wij. Want wij hebben de afgelopen jaar gestudeerd. En best wel wat schulden opgebouwd. Ja. Ik slaap niet heel lekker als ik daar naar kijk. Nee. Wat gaat u daarmee doen? Of wat wilt wil u daarmee wil doen? Jij vertellen hoeveel schuld je hebt? Ik heb echt al een. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik. Volgens mij. Ja, nou, ik weet niet of je het wil zeggen, maar wel echt gigantisch veel. Dat meer dan, echt denk meer van, dan 20.000? Oh ja, veel meer. Veel meer. Ja, veel meer. Echt veel meer. Ja, heftig hoor. Wat wij willen is dat wij studenten een vouwtje geven van €4.000. Ik zit me direct te bedenken dat is bij die 20.000. Dat is niet genoeg. Is dat niet genoeg? Dus we zullen niet alle pijn kunnen wegnemen, maar wel €4.000 wat je kunt besteden aan ofwel je studie ofwel verlaging van je studieschuld. Dus wij trekken wel geld uit per student voor die tussengroep. Maar dan is de tussengroep toch nog steeds een beetje de lul. Ja, dat zijn mijn twee dochters. Ja. 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 Want €4.000, dat is, dat is dan 4 maanden, of sorry, 8 maanden uitwonend. Ja, daar kom je niet ver mee. Ja, nee, dus dat is niet alles. Nee, zeker niet. Maar dat is ook niet niets. Hè? Dus dat is wel een bedrag wat je in ieder geval krijgt. En ik vind ook dat bijvoorbeeld dat het je niet parten moet spelen bij het kopen van een huis. Er zijn al soepele afbetalingsregelingen. Maar het blijft heel pijnlijk. Ik ben bij de invoering geweest van het leenstelsel. En ik wist dat gewoon echt een fout was. Echt een fout. Dat je gewoon tienduizenden euro's als een soort molensteen om de nek van studenten hangt. Waar ze nog heel lang last van hebben. Dus wij doen iets. Ik hoop dat we nog meer kunnen doen. Maar als jij mij vraagt, is dat een hard punt? Ja, dat is echt een hard punt. Want ik vind het echt heel erg dat jullie generatie het minder heeft dan de ouders. Minder perspectief heeft. En echt op elk front het gewoon heel pittig heeft. Ja, dat is gewoon niet rechtvaardig. Ja, natuurlijk is de volgende stap, wij zijn bijna afgestudeerd, dus de arbeidsmarkt. Maar voor veel mensen wordt dat waarschijnlijk een flexibele baan. Dus hoe kijkt u tegenop zeg maar, de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Ja, die is verschrikkelijk doorgeslagen. Als je mij vraagt van wat zijn de grote opgaven voor een volgend kabinet, dan heeft dat inderdaad met die arbeidsmarkt te maken, met werken, het heeft met wonen te maken, het heeft met een belastingenvorming en ik denk ook zorg te maken. Maar dat zijn de 4 grote thema's waar een kabinet van welke samenstelling dan ook echt de omslag zal moeten maken. En bij werken zal het erom gaan dat je veel eerder een vast contract krijgt. En hoe gaat dat eruit zien? Dat het duurder wordt om. Dus dat je extra geld moet betalen voor flexibele inhuur. Dus dat je daar meer voor gaat betalen, want het is nu gewoon goedkoper. Ja. Dus alle risico's zijn voor de flexwerker en alle voordelen zijn voor de werkgever. Ja. Dat moet je echt corrigeren. Dus er ligt een rapport klaar van de commissie Borslap. Eigenlijk zou je moeten zeggen, moet je dat integraal uitvoeren. En ik denk dat wij een van de weinigen zijn die dat hardop durft te zeggen. Want er zijn ook mensen die of aan de ene kant zeggen, nou, ontslagrecht mag beter. Dat zal de VVD zeggen. Of je hebt de PvdA die zegt, nou, er moeten meer vaste contracten komen. Maar een combinatie dat je in ieder geval zegt flex en vast, die kloof moet veel en veel kleiner. En ervoor zorgen dat je dus als beginnende werknemer veel sneller een vast contract krijgt. Ja, dat is een uitgangspunt wat voor mij voorop staat bij maar een nieuwe regering. Maar u bent niet bang dat bijvoorbeeld mensen dan minder makkelijk in dienst worden genomen door dat soort maatregelen? Ja, dus moet je ook iets doen inderdaad aan het ontslagrecht. Dus dan zul je bijvoorbeeld het makkelijker maken dat mensen kunnen worden ontslagen. Maar wat je ook kunt doen, dat is ook een voorstel van die commissie Borslap, is dat je een baan hebt van 100%, met 75% een vaste kern en 25% flexibele schil. Dus dat je eigenlijk meeademt met winst en verlies van een bedrijf. Dus dat het niet is van, hey jongens, het gaat even niet zo goed. Woppetee, we flikkeren iedereen eruit.
En dan sta je langs de kant. En de mensen met vaste contracten en zekerheden, die blijven in dienst. Maar dat eigenlijk het hele personeel meeademt met voor- en tegenspoed. Ja. En dat betekent dat je nog altijd je baan houdt, maar dat je in tijden dat het moeilijk is, ja, dat contract even krimpt, terwijl het meegroeit als het weer drukker wordt. Ik vind dat een hele interessante gedachte, waardoor het aantrekkelijker wordt om te zeggen, nou, dat contract kan ik aanbieden. Want bij momenten van tegenslag, ja, dan kan ik ook een klein beetje afschalen. Iets wat ook best wel een hekelpunt is voor studenten is wonen. Huren en nou ja, kopen is al helemaal onrealistisch. Zeker hier in Amsterdam. Ik heb hier heel lang gezocht ook naar een kamer. Ik heb uiteindelijk iets heel moois gevonden. Maar dat is inderdaad, er is heel weinig en het is heel duur. Ja. En er is eigenlijk structureel gewoon te weinig gebouwd. Ja. Bouwen, bouwen, bouwen is de mantra van iedere partij in deze verkiezingen. Hoe onderscheidt uw partij zich daarin? Wij onderscheiden ons door de verhuurdersheffing bij je corporatie af te schaffen. Die gaat helemaal van tafel. Dat betekent dat zij veel meer kunnen bouwen voor sociale huur. Dus dat is echt mensen met een wat smallere beurs. Daar komt veel meer ruimte voor. Ze kunnen ook bijvoorbeeld zorg in de wijk kunnen ze ook dichtbij brengen. Denk aan de GGZ. Echt die zorgtaak van de oude corporaties, die kunnen ze weer gaan waarmaken. Dus dat geeft heel veel ruimte. Wat wij willen is dat de lokale overheid veel meer regie krijgt over wonen. Dus dat zij kunnen vragen om bijvoorbeeld een verhuurvergunning af te geven. Dus dat betekent dat een huisjesmelker, dat hij niet maar allemaal panden kan opkomen, zoals hier in Amsterdam sommige huisjesmelkers doen, zelfs van koninklijke bloeden. Die kopen heel veel panden, die kunnen dat allemaal verhuren tegen wat voor prijs dan ook. Ja, dus er moet betere huurbescherming komen. Mm-hmm. Maar wij willen ook dat die overheid kan zeggen, luister eens, als jij een huis koopt, willen we dat je daar woont. Dat je er zelf in woont. Dus de zelfbewonersplicht of je hebt een verhuurvergunning. Maar dan gaan wij ook naar de prijs kijken. Dan gaan we naar de kwaliteit van het huis kijken. Van of jij inderdaad deze huur zo kunt vragen. Dus dan willen we dat die lokale overheid veel meer aan het zuur zit en het niet aan de markt overlaat. Hè. Dus we hebben nu een woningmarkt. Wat wij willen is volkshuisvesting. Een huis is om in te wonen en niet om heel rijk van te worden. Ja. En wat voor zijn het dan vooral starterswoningen? Hè? Woning voor studenten en senioren die u wil gaan bouwen? Of? Nou, als het gaat om bouwen waar wij een speciale impuls voor willen, dat zijn inderdaad die oudere woningen. Dus wij hebben een miljard in ons verkiezingsprogramma gereserveerd om een impuls te geven voor die oudere woningen. Dus dat zijn nieuwe woonvormen. Dus je hebt nu veel ouderen die soms in een groot huis blijven wonen omdat er geen plek is. De drempel naar een verpleeghuis is heel hoog. Het duurt heel lang voordat je daarin mag. Er zijn weinig alternatieven. En als je nou nieuwe, ja, dat in Zwolle heet zo'n huisje of zo'n hofje heet Knarrelhof. Die noemen ze Knarrelhof. En dat is rijk en arm. Mooie titel. Maar dat is rijk en arm die wonen in een hofje. Die hebben ook een soort zorgplicht voor elkaar. Maar het is heel moeilijk om dat een impuls te geven. En wij willen dat met dat 1 miljard een impuls geven, zodat er 30.000 van dat soort woningen worden gebouwd. Maar dat betekent ook doorstroming van die mensen die nu nog in een groot huis zitten, of in een middelgroot huis, dat die naar zo'n nieuwe woonvorm gaan, waardoor die huizen beschikbaar worden en er een doorstroming komt en er meer ruimte ook komt voor starters. Ja. En dat bouwen, 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 gaat dat wel lukken? Want bijvoorbeeld, uw minister Carola Schouten, dat was helemaal in de stikstofcrisis. Dus er is een beetje een afweging tussen meer landbouw en meer woningbouw. Ze kunnen niet echt tegelijkertijd. Dus waar ligt de prioriteit voor jullie? Nou, wij hebben de prioriteit gelegd bij wonen. En wij kwamen dus in de situatie dat de Raad van State had een streep gehaald door wetgeving die vorige kabinetten mogelijk had gemaakt. Dat was echt een ramp. En daardoor kon er niet meer worden gebouwd. En viel het niet helemaal stil, maar het viel wel voor een groot deel stil. Toen hebben we gezegd, wij moeten nu zoveel ruimte creëren dat in ieder geval we kunnen blijven bouwen. Dus we zijn 100 gaan rijden in plaats van 130 overdag. Ja. Maar we hebben ook gezegd, boeren die willen stoppen, die zorgen voor een warme sanering. Die bieden we geld aan, zodat ze op een mooie, goede manier een punt kunnen zetten achter hun boerenloopbaan. Maar dan halen we wel die rechten uit de markt. Ja. Dat betekent dat er uiteindelijk minder dieren komen, minder uitstoot. Ook minder uitstoot van stikstof. Dat creëert een ruimte waardoor we nu inderdaad gewoon weer zo kunnen bouwen zoals we moeten bouwen. Ja, dat moet toch wel richting 70.000, 80.000 huizen per jaar. Ja. Maar dat is met een stikstofwet die net is aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, moet dat mogelijk zijn. Dus ja, Carola Schouten had de handen vol aan die stikstofcrisis. Maar hij heeft op een hele knappe manier en met een toch wel verrassende coalitie met de huidige coalitie, of die eigenlijk geen coalitie meer is, maar met de SP, met 50PLUS en de SGP, dus een hele bonte coalitie, heeft ze dat wetsvoorstel er doorheen gekregen, waardoor er inderdaad nu weer gebouwd kan worden.
Okay. Zou u de veestapel ook verder willen beperken als het de woningbouw belemmert? Nou, niet als doel. Want wat ik niet rechtvaardig vind, is dat wat boeren heel vaak voelen, is jullie in de Randstad willen een fantastisch leven. Jullie willen bouwen en jullie willen vliegen en jullie willen op vakantie. En wij moeten daarvoor bloeden. Wij moeten daarvoor inleveren. En dat is onrechtvaardig. Want nou, jij plaatst het ook tegenover elkaar. Ik zou niet willen bouwen en dan zegt nou, en daarom wil ik de veestapel halveren. Ik denk inderdaad dat de uitkomst van het beleid wel is dat er minder dieren zullen zijn in het land. Hè. We hebben een enorme dierendichtheid. Maar dat is de uitkomst van beleid die wel sociaal is voor boeren. En niet asociaal. Want ik vind dat GroenLinks en D66, als ik het toch een beetje in campagnetaal mag zeggen, toch zich een beetje opstellen als randstedelijke partijen die zeggen, ja, wij willen alleen maar bouwen. Of nou ja, soms zelfs, nou ja, vliegen niet helemaal. Dan mag ik ze niet in de schoenen schuiven, want dat willen ze ook niet. Maar vooral bouwen. En dat doen we dan ten koste van boeren. Ja, ik vind dat je rechtvaardig voor beide moet zijn. Ik ben zelf voornamelijk opgegroeid in de Achterhoek, dus ik ken het sentiment van de boeren. En het is wel lastig, maar ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Ja. En dat is wel uw baan. Zeker. En wat wij bijvoorbeeld kiezen is, wij willen vliegveld Lelystad niet openen. We zeggen, ja, dat is een vliegveld wat helemaal bedacht is voor vakantievluchten. Ja, daar moeten wij nu opnieuw ons op bezinnen. Hoe willen wij ons vervoeren? Hoe willen wij ons verplaatsen op het Europese continent? Ik wil dat veel liever per trein doen dan per vliegtuig. De prijzen voor vluchten naar Barcelona of Rome, het staat in geen verhouding tot de echte kosten. Ja. En als je dan tegelijkertijd zegt, terwijl die vluchten nog steeds worden aangeboden, tegen de boeren zegt, en jullie moeten de veestapel inkrimpen of halveren, ja, dan snap ik dat ze kwaad worden. Dus ik wil een eerlijk verhaal. En dat betekent dat elke sector en iedereen er iets van voelt. We leven met veel mensen op een heel klein stukje land. We moeten allemaal inschikken. En niet alleen de boeren, maar wij allemaal. Maar hoor ik u zeggen vliegheffing? Of? Ja, zeker. Okay. En dat moet. We zijn nu een beetje begonnen met een vliegtax. Maar die is nog heel bescheiden. Maar dat is nou echt niet de echte prijs. Dus wat mij betreft mag die worden aangedraaid. En gaan we de BTW op OV gaan we laten vervallen. En zorgen we dat treinreis veel goedkoper wordt. Ja. En wat voor percentages hebben we het als het gaat om de vliegheffing? Nu vraag je me. Dan zou ik even in onze doorrekening moeten kijken. Maar die willen wij flink opschroeven. Ik geloof dat er nu een opbrengst is van 200 miljoen. Maar dat moet echt veel meer zijn. We moeten echt een echte prijs gaan betalen. Okay. Ja. Tijdens corona is er ontzettend veel geld uitgegeven. En we hoorden net een miljard voorbij komen. Ja. 4000 euro, een hele kleine meevaller voor ons. Nou, goed. En als christelijke partij lijkt me rentmeesterschap ook wel belangrijk. Hoe gaan we dit allemaal betalen? Ja. Dat betekent dat wij de welvaart die we hebben, want die hebben we, dat we die eerlijk moeten verdelen. Kijk, het mooie van deze tijd is dat we veel kunnen lenen zonder dat we een hoge rente hoeven te betalen. Dus de overheid leent nu veel. Maar de kosten kunnen we goed dragen. Wat we dan moeten doen, is dat niet inderdaad verpatsen, maar investeren. En dat investeer je in onderwijs, in infrastructuur, in een nieuwe economie, in een duurzame economie, in schone energie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat betekent dat wat je erin stopt, dat je dat ook weer terugkrijgt. Dus het zijn investeringen. Het is maar niet over de balk gooien. Wat je tegelijk moet doen, is de welvaart die we hebben, die moet je eerlijker verdelen. We zijn als land veel rijker geworden de afgelopen decennia. Als je de afgelopen 40 jaar kijkt, hoeveel rijker zijn we nou geworden? Is dat een fors bedrag? Waar is dat terechtgekomen? Dat is voor 60% bij bedrijven terechtgekomen. 40% bij de overheid, die er mooie zorg van betaalt, mooie wegen aanlegt. En wat al niet meer, prachtig. Maar nul bij huishoudens, nul bij gezinnen. Dat is niet rechtvaardig. Dus wat wij voorstellen, en dat maakt ons denk ik eerder een progressieve partij dan een conservatieve partij. Wat wij willen is een grondige belastinghervorming. En dat is een eerlijke verdeling van de welvaart. Dat is meer ruimte voor gezinnen om zorg en werk te kunnen combineren. Dat je meer rust in je leven hebt. En vergroening van het belastingstelsel. Dus een CO2-heffing bijvoorbeeld. Vervuiling zwaarder belasten. Luchtvaart zwaarder belasten. Dus dat wat slecht is voor de schepping, slecht is voor het milieu, slecht is voor onze gezondheid, zwaarder belasten. Dat wat goed is, dat wat creativiteit oplevert, werk, minder zwaar belasten. Ja. Zou je ook bedrijven meer belasten dan inkomens zelf? Ja, dus en dan vooral moet je kijken naar de verhouding arbeid-kapitaal. Dus kapitaal zwaarder belasten. Vermogensheffing, maar denk ook aan erfenis. Ja, dat is een heel gevoelig thema, maar toch. Kapitaal zwaarder belasten, vervuiling zwaarder belasten.
En tegelijkertijd arbeid, werk minder zwaar belasten. Want dat is iets nou ja, we begonnen het gesprek met talenten en gaven die iedereen heeft en die je moet kunnen ontplooien. Dat wat goed is en wat creativiteit oplevert, moet je niet de pas afsnijden. Moet je niet zwaar gaan belasten. Ja. Dus daar moet minder zwaar op worden belast. Ja, en als bijvoorbeeld VVD gaat zeggen, leuk idee, maar dan gaan al de bedrijven naar ander land. Wat zegt u daartegen? Nou, dat wordt zo'n CO2-heffing moet je ook wel Europees aanpakken. Dus je ziet ook dat die Europese heffing, dat heet het zogenaamde ETS-systeem, dat is een heffing op uitstoot, die is omhoog gegaan en die is nu voor het eerst heel effectief. Dus dat doen we al Europees. En voor de rest moeten wij inderdaad ook in die Green Deal van Europa moeten wij volop meedoen. Dan moeten wij gezamenlijk streven naar CO2-reductie van 55% in 2030. Dus we moeten ook inderdaad Europees aanpakken. Tegelijkertijd, stel dat het laatste land, Bulgarije of Polen, nog altijd kolencentrales heeft en niet helemaal wil meedoen. We moeten niet wachten tot het laatste land van Europa wel mee wil doen. We moeten voorop in een kopgroep. En dat doen we met ons omliggende landen. En daarin moeten we voorop lopen. Ja, klimaat staat natuurlijk centraal voor jongeren. Ja. Uw partij is een vrij groene partij. Zeker. Tegelijkertijd hebben jullie wel de afgelopen 4 jaar in de coalitie deelgenomen. En we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen zijn niet bereikt. Er gaan nog steeds subsidies naar olie, gas, kolen, et cetera. Dus waar kunnen we eigenlijk die groene accenten van uw partij herkennen in het kabinetsbeleid? Er is een omslag gemaakt in deze periode die ik zonder overdrijving historisch zou willen noemen. Er is het verdrag van Parijs is afgesloten. Nederland heeft zijn handtekening daar toen onder gezet. En bij de vorige verkiezingen was er een meerderheid aan partijen die misschien met de mond, hooguit met de mond beleden dat we moesten voldoen aan de normen van Parijs, maar daar niet voor leverden. Kijk bijvoorbeeld naar VVD en CDA. Die hadden geen plannen die duidelijk maakte dat je inderdaad Parijs zou kunnen halen. Ja. Ik stond in het slotdebat, NOS slotdebat van 2017, stond ik tegenover Mark Rutte. En die zei, ja, joh, jij bent echt een luchtfietser. jij denkt dat er hekken in de lucht kunnen worden geplaatst. Dat kan helemaal niet. We moeten dat Europees doen. Het is echt allemaal overdreven wat jij wil. En wat ons samen met D66 is gelukt, want op sommige punten verschillen wij enorm van D66, maar als het gaat om klimaat en groen beleid staan we schouder aan schouder. Wat ons is gelukt om VVD en CDA, die ver bij Parijs vandaan stonden, helemaal langs te krijgen. We hebben gezegd, wij gaan voldoen aan Parijs. De doelstellingen hebben we opgegeven in het regeerakkoord. Er is een klimaatakkoord gekomen. Er is een klimaatwet gekomen die nog veel breder is ingediend en ondertekend in de Kamer. En wij gaan nu voldoen aan de doelstellingen van Parijs. Dat is echt een revolutionaire omslag. We deden het niet. We zaten helemaal op de lijn van de oude fossiele energiebronnen. En we gaan nu langzaam maar zeker, het is nog een mammoetanker, maar langzaam maar zeker wordt de koers bijgelegd en gaan we nu richting Parijs. En dat is echt historisch. En kernenergie, zit u daar ook wat in? Nou, er is niet goed op korte termijn een business case te bedenken waardoor kernenergie rendabel zou kunnen zijn. En we hebben nog steeds geen oplossing voor het kernafval. Wat zou kunnen is dat er een nieuwe generatie komt, dat heet dan thorium, die dan heel hoopgevend en veelbelovend is. Als dat zou kunnen, staan we daar open voor. Dus we sluiten niet categorisch uit. Maar wij moeten 2030 moeten we de doelstellingen halen. Ja. Dat doen we niet door een beetje te fantaseren voor misschien een volgende generatie kernenergie. Nee, dan moet je nu aan de slag. Ja. Dus ik wil nu investeren in windenergie, zonne-energie, groene waterstof, warmtebronnen. Dus er zijn nu heel veel doelen die we kunnen halen met middelen op de korte termijn. Maar ik sluit kernenergie op de lange termijn niet uit. Ja, toch staat Nederland bijna onderaan de lijst hier in Europa. Dus waar gaat u vooral voor knokken, zeg maar, de komende 4 jaar als het gaat om klimaat? Ja, maar wij als jij kijkt dat wij wat er afgelopen jaar is gelukt met de doelstelling van Urgenda. Dus we hebben een rechtszaak gehad waar de stichting Urgenda heeft gezegd, de staat voldoet niet aan de doelstellingen. Dat moet nu gebeuren. Die hebben de Nederlandse staat is aangeklaagd. De Urgenda is in het gelijk gesteld. En wat blijkt nu? We voldoen nu wel aan de doelstellingen van Urgenda. Dus het lukt ons wel. Ook geholpen door corona, maar toch. Ja. Er zijn kolencentrales dichtgegaan. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld, die is dichtgegaan. We hebben nu een pad richting sluiting van kolencentrales die echt duidelijk maakt, het is voorbij. Het is klaar met de kolencentrales. En we hebben een groeiende omvang van zonne-energie en windenergie, wat indrukwekkend is. Wat de afgelopen jaren is gebeurd, is echt
een grote omslag. En dat gaat door. Dus er komt meer windenergie in de Noordzee. Er komen nieuwe windparken. Zonne-energie levert steeds meer, een steeds grotere bijdrage aan onze groene mix. En wij zullen dat verder moeten aanvullen. Maar één ding is duidelijk. Wij gaan toe naar die omslag. Wij gaan naar onze eigen energie, naar schone energie. We gaan af van onze afhankelijkheid van vervuilende energie. Ja. Die ook nog een keer uit landen komt waar je eigenlijk niet zoveel mee te maken wil hebben. Zelfs met het schone energie, bijvoorbeeld zon en wind. We zien ook heel veel dat vooral bijvoorbeeld naar Google gaat voor de hard drives en zo. Ja. Dus hoeveel daar komt eigenlijk voor gewone Nederlanders eigenlijk? Ja, wat wij willen is dat bijvoorbeeld windenergie, wat soms heel omstreden is. Hè, bijvoorbeeld in Drenthe, dus in Oost-Drenthe, komt een enorm park en mensen zijn ontzettend kwaad. Ja. Waarom? Dat is omdat het over hen is beslist zonder hen. En zegt, dat is gewoon een provincie die gewoon een opdracht krijgt en zegt, joh, dit is jouw aandeel windenergie. Ja, die moet het ergens plaatsen. Dan plaatsen we het daar maar. Ruzie. Tegelijkertijd heb ik in een Fries dorpje bij een windmolen gestaan, waarbij de provincie zei, hij mag niet hoger. En het dorp zei, wij willen een grotere windmolen. Waarom? Omdat die van het dorp zelf was. Dus een deel van de opbrengst gaat naar het dorp. Ja. Reduzum heet het dorp. Die hebben daar een busje van rijden die kinderen ophaalt uit de wijdeomgeving, zodat de school open kan blijven. En ze hebben een sportveld die mede gefinancierd wordt door de opbrengst van windenergie. En ze zeggen, geef ons alsjeblieft een grotere windmolen, want dan hebben we meer opbrengst en dan kan dit dorp leefbaar blijven. Dus Oost-Drenthe zie je eigenlijk daar waar het misgaat, waar er geen lokaal eigenaarschap is en geen opbrengst, geen lokale mee profiteren van de opbrengst. En dat dorpje in Friesland, daar zie je hoe het wel kan. Nou, dat is voor mij het model. Dus dat is een nationaal model dan? Ja, dat je dus lokaal mensen laat mee profiteren van de opbrengst van windenergie. Dan zie je dat ze zeggen, joh, ja, natuurlijk is het niet heel grappig als zo'n windmolen herrie maakt in jouw achtertuin staat. Maar als je ervan profiteert, dan maken mensen de winst- en verliesrekening en zeggen ze, kom maar door. Nou, we willen doorgaan naar, of teruggaan eigenlijk naar jullie christelijke waarden. Ja. U zei natuurlijk eerder, en we hebben gemerkt, als het gaat om klimaat, economie, et cetera, zijn jullie een vrij progressieve partij. Maar veel van onze volgers, vooral jongeren, die schrikken zich af misschien een beetje van jullie wat meer conservatievere opvattingen als het gaat om abortus, marijuana, et cetera. Dus hoe hoopt u zich te kunnen profileren, onder jongeren met een niet-religieuze achtergrond die wat minder conservatievere opvattingen hebben? Ja, als drugs voor jou heel belangrijk is en als jij heel graag legale drugs wil, dan zit je bij ons bij de verkeerde partij. Als je het weer hebt over de mensvisie, dan gaan we nog een keer terug naar jongeren die talenten en gaven hebben. Ik heb van dichtbij gezien dat levens kapot gaan aan drugs. Dat iemand die echt gewoon getalenteerd is, waarvan ik in mijn klas dacht van, wat ben jij een slimme gast, Dat die echt gewoon in een straat is ingerend. En dat had alles met drugs te maken, waar die kapot aan is gegaan. Ja, vraag dan niet van mij om te zeggen, we gaan het legaliseren of we gaan ons een keer de drempel lager maken. Als ik zeg dat we bijvoorbeeld met een suikertax of met een vettax of een vleestax, dat wij ongezond eten of dat wat belastend is voor het milieu zwaarder willen belasten, dat wij op allerlei manieren een gezonde levensstijl willen propageren, hoe kan ik dan aan de andere kant zeggen, dan ga ik de drempel voor drugsgebruik verlagen? Begin er gewoon niet aan. Doe het niet. Maar zouden sommige mensen niet zeggen dat door het juist te legaliseren en ook reguleren, zoals we met tabak en alcohol doen, dat juist beter is voor de uitkomsten? Nee, maar wat hebben we met tabak en alcohol gedaan? Bij alcohol is de leeftijd, dankzij ons, als je er kwaad op bent, sorry, maar toch, dankzij ons is die van 16 naar 18 gegaan. Dat scheelt gewoon in de kwaliteit van je hersens. Alcohol doet iets met je hersenen. Die zijn nog volop in de ontwikkeling. Eigenlijk tot misschien wel 22. Eigenlijk zou je het op 22 moeten weten. Maar goed, dat is misschien heel wel ver gaat. Maar je hersenen zijn nog volop in de ontwikkeling. En als je dan veel alcohol drinkt, is gewoon 1-op-1 slecht voor je hersenen. Ja, vraag dan niet aan mij om dat makkelijker te maken. Nee, doe het gewoon niet. Dus wat hebben we met alcohol gedaan? We hebben het moeilijker gemaakt. Wat doen we met roken? We zeggen rookvrije scholen, rookvrije stations, rookboel. Ik heb in mijn studententijd nog meegemaakt dat je in een restaurant zat en dat je gewoon na afloop een peuk opstak. Ja. Dat is nu ondenkbaar. En je ziet dat het roken minder wordt. Niet altijd bij jongeren, maar toch, over het algemeen wordt het minder. Dan is het toch raar om bij drugs het tegenovergestelde te doen om dat makkelijker te maken. Dus
alcohol en tabak maken we moeilijker. Dan zouden we drugs makkelijker. Maar hou je het zo niet beter uit de handen van criminelen, bijvoorbeeld de maffia? Maar dat blijft zo. Want het overgrote deel van drugs wat wij lokaal produceren, denk aan een provincie als Brabant, waar heel veel synthetische drugs wordt geproduceerd, wat nog een keer heel slecht voor het milieu is. Het overgrote deel is voor de export. En echt waar, dan ben ik maar moraliserend en dan ben ik maar conservatief. Dat interesseert me echt helemaal niks. Nou. Maar als jij een pilletje neemt, dan zeg ik het even heel scherp, dan heb je ook bloed aan je handen. Dat gaat terug naar Colombia, dat gaat terug naar plekken waar bloed vloeit vanwege drugshandel. Begin er niet aan. Het is slecht voor je gezondheid. Het is slecht voor lokale gemeenschappen ver weg. Het is slecht voor het milieu in Brabant. Ik ken geen goede reden om te zeggen, nou, laten we dat eens legaliseren en dat is makkelijker maken. Ja. En op andere soortgelijke thema's. Ik denk dat bij sommige mensen misschien de angst zit dat misschien de christelijke waarden soms met bepaalde democratische waarden gaan botsen. Bijvoorbeeld minister Arie Slob van Onderwijs van uw partij, die heeft gezegd bijvoorbeeld dat scholen homoseksualiteit mogen afkeuren als ze maar voor een veilige leeromgeving zorgen. Dus met dat soort uitspraken scheuren die waarden niet. Nee, weet je, dat is een interessante casus. De week, dus Arie Slob, die heeft gezegd, wij hebben de vrijheid van onderwijs. En dat betekent dat je een visie op het huwelijk mag hebben als de verbintenis tussen één man en één vrouw. Dat mag. Ja. Dat mag je vinden. Dat mag je doseren. Als je inderdaad maar zorgt voor een veilig klimaat. Exact dezelfde bewoordingen zijn gezegd door Ingrid van Engelshoven van D66. Een week eerder in een ander debat. Dat had nul ophef. Arie Slob zei precies hetzelfde. En dat had heel veel ophef. Waarom? Omdat hij van de ChristenUnie is. Wat hij uitlegde was, er is een concept van vrijheid. En dat betekent dat er ruimte is voor verschil. Ook voor opvattingen die niet per se de jouwe zijn. Die je misschien heel vervelend vindt. Die misschien tegen de borst stuiten. Arie Slob had het niet over zijn eigen opvatting. Had het niet over afwijzen van homoseksualiteit. Of laat staan dat het... dat hij iets zou propageren wat lijkt op een onveilig klimaat voor homo's. Want dat staat echt heel ver van ons vandaan. Maar wij staan voor een vrijheid van onderwijs en een vrijheid van godsdienst, waarin mensen ook opvattingen mogen hebben die niet, misschien niet per se de mijne zijn, maar die helemaal legitiem zijn in dit land. Waar is de grens? Als jij niet jezelf mag zijn. Als het niet veilig is. Als jij het gevoel hebt dat jij er eigenlijk niet mag zijn. Dan moeten wij echt voor jou op de bres springen. Dan moeten wij zorgen dat wij naast homo-jongeren staan, waarbij zij ook nog eens een keer een grotere kans hebben op suïcidale gedachten. Vaker denken aan suïcide dan andere jongeren. Ja. En dan is het notabene Paul Blokhuis, onze eigen staatssecretaris, die dit in zijn pakket heeft en die voorop gaat in de strijd voor een veilig klimaat voor jonge homo's. En daar ben ik trots op. En ook dat is mijn mensbeeld. Iedereen mag zijn wie die is. De schijn dat de ChristenUnie dus eigenlijk tegen homoseksualiteit is. Nee, ik ben niet tegen homoseksualiteit. Okay. Dus ik sta voor een concept van vrijheid waarin mensen een opvatting van het huwelijk mogen hebben, waarin dat de verbintenis tussen één man en één vrouw, dat is gewoon een legitieme opvatting. Ja. Wereldwijd is dat de meest dominante opvatting. Weet je, dat mag je vinden. Waar ik voor sta is een veilig klimaat voor homo's om uit de kast te komen in hun klas, wat hun school ook is, om hun eigen keuzes te maken, om hun eigen leven vorm te geven in alle vrijheid die zij die hen toekomt. We moeten het een beetje gaan afronden. Nu al? Ja, ik zou heel graag nog... Wil je nog doorgaan? Ja, graag. Ja? Ja, oké, okay, nou, laten we het dan nog eventjes over de partij hebben. De ChristenUnie is een beetje een gekke partij eigenlijk. Een beetje een gekke partij. Een beetje een gekke partij. Nou ja, we hoorden het eigenlijk. Hè, in het begin zeiden we van, hè, mensen dachten het is best wel conservatief, maar je hebt best wel progressieve plannen. Wij zijn heel sociaal. Ja. Ja. Nou, dus en wij willen echt een verandering. Ja, en je zou dus op zich jullie wel bij linkse partijen kunnen zetten, hè, zoals de PvdA of GroenLinks. Tegelijkertijd zijn jullie een conventionele partij. Ja. Dus zou je ook bij SGP en de CDA kunnen zetten. Maar hè, wat zijn nou jullie naast de buren? Nou, noem dan maar CDA en GroenLinks. Oké. Okay. Ja. Okay. En jullie verschillen dus, CDA zijn nu progressiever. Ja, en dan wij zijn socialer GroenLinks en groener dan het CDA. En ik vind ons realistischer dan GroenLinks. Die hebben een paar keer de kans gehad om mee te regeren. En iedere keer als puntje bij paaltje kwam, liepen ze weg. En moesten wij het doen. En we hebben het gedaan. En proudly. Nou. Nou, tot slot willen we vragen, hoeveel zetels denkt u dat u gaat krijgen? Ja. Wees voorzichtig, want dit vragen van alle partijen. En degene die het verst eraf van zit, die krijgt de gebrek aan zelfkennis award. Okay. Dus zeg het maar. 7. Ja, 7. We hebben nu 5. 7 is een mooi Bijbels getal, dus dat spreekt mij zeer aan. Staat ook zo in peilingen, ja.
Ja, dus peilingen zitten we inderdaad 6, 7 achter. Maar dat is ongeveer de range waar we zitten. 7 is realistisch. Maar het zou wel historisch hoog zijn voor de ChristenUnie. We hebben een keer 6 gehad. We hebben er nu 5. Ja, ik hoop dat we naar 7 gaan. Nou, mooi. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Wij hebben er ontzettend van genoten. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Dank voor jullie vragen. Ja, ik hoop dat we niet langs bij je hoeven te komen met de trofee. Nee. Maar, dan, heb ik het echt gekloot. Ja. Ja. Dat zou echt slecht zijn. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, mooi.